Het is eigenlijk wel algemeen bekend dat Ibiza een bepaalde magie heeft. Een bepaald gevoel wat je overkomt op het moment dat je op dit eiland bent. En hetzelfde gevoel heb ik hier bij Boutique Hotel Can Sastre. Het is een oude finca, centraal gelegen. En doordat het is omringd door olijf, sinaasappel en palmbomen, waai je als het ware in een heus privéparadijs. Zo is er een zwembad met waterval en verschillende loungebedden, sfeervolle toiletten en een buitendouche. Het hotel is ongedwongen. Het straalt vrijheid en luxe uit. En bestaat uit 3 zogenaamde casitas en 2 villa suites. Iedere suite heeft veel privacy en van alle gemakken voorzien. En een service die je van een 5-sterren hotel kunt verwachten. Doordat het complex zo ruim is opgezet, zijn er meerdere plekjes om te ontspannen, te zonnen en te genieten. Het hotel is een agriturismo. Dat houdt in dat er op een groot stuk grond eigen groente en fruit wordt verbouwd. Net als hier, deze mandarijnen. Lekker. En mooi, hè? De stijl van de finca is eigenlijk een mixje tussen authentiek en werelds. En het hele terrein ligt tussen Santa Gertrudis en San Rafael. Dus eigenlijk alles is hier op een kwartiertje rijden afstand. Op ieder moment van de dag kun je hier eten en drinken. En chef Roy heeft speciaal een fusion menu samengesteld voor zowel ontbijt, lunch als diner. Fruit bowl, nou dankjewel. Verder is er ook nog een gecertificeerde nanny service, VIP tickets voor de beste clubs, personal training, massages, yoga, mental coaching, car rental. En het is ook nog eens in zijn geheel af te huren voor evenementen, bruiloften, shoots, private meetings enzovoort. Mijn favoriete plek is toch eigenlijk wel hier de cocktailbar, want daar heb je natuurlijk ook een ruime keuze uit. Dus dat ga ik nemen. Bloody Mary of dan toch maar de Pornstar Martini. Ja, doe dan toch maar de Pornstar Martini.